Welkom bij Kaiway. In deze video laten we stap voor stap zien hoe u uw hoofdaansluiting geschikt maakt voor de diensten van Kaiway. Stap 1. Het controleren van uw hoofdaansluiting. Voordat u gebruik kunt maken van de diensten van Kaiway, dient u eerst uw hoofdaansluiting te controleren en mogelijk de wandcontactdoos te vervangen. De hoofdaansluiting is het punt waar de kabel uw huis binnenkomt. Deze bevindt zich meestal in de meterkast, kelder of soms in de woonkamer. Verwijder met een schroevendraaier het afdekplaatje van uw huidige wandcontactdoos. Ziet het binnenwerk er zo uit, dan hoeft u alleen het meegeleverde twist and lock afdekplaatje op de wandcontactdoos te bevestigen. U kunt nu verder gaan naar stap 3, het plaatsen van de signaalverdeler. Ziet het binnenwerk van uw wandcontactdoos er anders uit, dan dient deze in zijn geheel vervangen te worden door de meegeleverde wandcontactdoos. Stap 2. De wandcontactdoos vervangen. Verwijder voorzichtig uw oude wandcontactdoos. Let erop dat de groene coaxkabel niet knikt en dat de koperen kern van de coaxkabel niet breekt. Sluit vervolgens de coaxkabel aan op het binnenwerk van uw nieuwe wandcontactdoos. Zorg ervoor dat de kern van de coaxkabel goed in het gaatje van de wandcontactdoos zit. De koperen mantel mag hierbij niet in aanraking komen met de koperen kern van de coaxkabel. Doe de klem van het binnenwerk dicht en schroef deze vast. Is de coaxkabel te dik of te dun? Raadpleeg dan de meegeleverde installatiehandleiding. Schroef vervolgens de nieuwe wandcontactdoos in elkaar en monteer deze aan de muur. Plaats tot slot het twist and lock afdekplaatje en schroef deze vast. Uw wandcontactdoos is nu gereed voor gebruik. U hoeft alleen nog uw signaalverdeler te plaatsen. Wilt u uw radio of televisie direct op de wandcontactdoos aansluiten? Zet de schakelaar op de achterzijde van de signaalverdeler op aan. Sluit u uw radio of televisie niet direct aan op de wandcontactdoos, omdat u bijvoorbeeld gebruik maakt van een splitter, zoals deze, zet de schakelaar dan op uit. Plaats de signaalverdeler met een kleine draaibeweging op de wandcontactdoos tot deze goed vastzit. Haal vervolgens het afdekdopje van de linkeruitgang af en uw hoofdaansluiting is klaar voor gebruik. Wij wensen u alvast veel plezier met de diensten van Kaiway. Heeft u nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen op onze website.